De inzage voor wat betreft het najaarsseizoen 2014 is op 31 december 2014 afgelopen. Althans, zo is eerder vastgesteld door het ministerie van LVV. De inzijperiode liep van 1 november tot en met 31 december en er is inmiddels meer dan 25.000 hectare aan areaal ingezaaid. Het vorige seizoen kwam de inzij nog net uit boven de 30.000 hectare, maar dat zal volgens coördinator Guido van der Kooyen dit keer lager uitvallen. De lagere inzij is volgens hem te wijten aan de weeromstandigheden, met name de aanhoudende droogte, die ervoor zorgt dat niet alleen het waterpeil in de rivier laag ligt, maar ook de zoutgrens die verder is binnengedrongen. Hierdoor hebben vooral de grootlandbouwers aan de rechteroever van de Nikeri-rivier nog niet kunnen inzaaien door gebrek aan zoet water. Maar de coördinator heeft een goede hoop dat met de late inzaaiers, de 28.000 hectare, dit seizoen nog gehaald wordt. Het is niet helemaal te einde. Men rondaf normaliter hebben we uitloop van 2 tot 3 weken. Wat op zich geen probleem is. Als er maar met korte rassen worden ingezaaid. Het seizoen is niet zo goed begonnen. Omdat we weer problemen hadden. Te weinig regenval. Erg moeizaam gestart. Zoals ik eerder zei, zouden we, dus de boeren die water vanuit Wakai zouden krijgen, zouden minder problemen hebben. Maar de rest zou dan wel problemen ondervinden van de droge tijd. Wat ook het geval is. Als we kijken naar vorig jaar, deze tijd, dan hadden we zo'n 28.000 hectare reeds ingezaaid. Terwijl we dit seizoen 25.000 zoveel hectare hebben ingezaaid. Met de uitloop tot midden januari, denk ik dat we wel op de 28.000 hectare kunnen komen zoals voorspeld, zoals ik dat had voorspeld. Maar die 30.000 hectare als in het voorjaars 2014, dat gaan we niet halen. Dat hadden we ook al gesteld vanwege de droogte. Wageningen is over het algemeen het gebied waar de arealen op het laatst worden ingezaaid. Bekend is gegeven dat Wageningen dit seizoen zeker het zorgend kind van LVV Regio West is geweest. Niet alleen vanwege het wegvallen van de pomp gedurende enkele etmalen, maar meer nog door de extreme lage waterstand in de rivier, waardoor niet optimaal gepompt kan worden. Toch is Van der Kooyen niet ontevreden over de ontwikkelingen in het paddiedorp. Het loopt. We hebben daar al zeker 2600 hectare ingezaaid. Maar het probleem van Wageningen is dat we vaak boeren daar als laatst inzaaien als in de overige polders iets hebben ingezaaid. Houden ze Wageningen als laatst. En dan heb je dus dan in die laatste twee, drie weken toch een vrij hoge inzaai. Waardoor je dan toch eindig zo rond de 4000 hectare. Het pompgemaal te Wageningen, dat was eigenlijk het zorgenkind dit seizoen. Hoe functioneert dat nu? We draaien met 2 pompen. Het gaat, maar de rivierstand, dus de ebbstanden, die zijn toch nog vrij laag. Betekent dus dat je bij hoogwater wel een goede opbrengst hebt. Maar dat valt dan bijna weg tegen de opbrengsten bij laagwater. U heeft het reeds gezegd, Wageningen het is gewoonte van Wageningen dat ze wat later inzaaien dan de overige boeren. De regens die schijnen een beetje, om het zo te zeggen, om hun intrede te doen hier in Nikeri. Als we de komende 2 weken strak regen krijgen, denkt u niet dat er nog wat meer ingezaaid kan worden? Ik denk dat niet veel meer. Ik denk wel dus dat als het nu flink zou gaan regenen, dat we wat extra inzaai zullen krijgen, misschien 1000 hectare bij.
waardoor we misschien dan op zo'n 29.000 hectare komen. Van der Kooi die de bal plaatst op de speelhelft van de Weergoden om toch nog de 29.000 hectare te kunnen halen dit seizoen.